video. Dit is een aparte extra video. Ik ben niet thuis, ik ben bij mijn vriend. Dus ik doe het ook met de zonlicht wat we hebben. En ja, volgens mij is dat nog wel prima te doen. Ik heb trouwens niet veel make-up op, want ik ga straks weer lekker in de zon bakken. Want het is heerlijk weer. Als ik vragen ga krijgen, ik draag dit topje van Chiquelle met rokje van Asos. Maar goed, ik heb een staart op mijn hoofd gecreëerd, want ik heb geen zin om mijn haar helemaal te gaan doen. Vanavond als jullie dit zien, als jullie dit zien is het ongeveer 12 uur. Vanavond om 8 uur komt er op mijn Instagram een closet sale. En dit doe ik al wel vaker. Ik zou even hier in beeld zetten waar, hoe je dat kan vinden. Mijn Instagram is namelijk @floordelver. En trouwens, het komt ook op United Wardrobe. Ik zal mijn Instagram en mijn United Wardrobe even in de beschrijving linken. Maar goed, dan komt om 8 uur alles online op United Wardrobe en op Instagram. En op Instagram heet ik dus @floordelver en op United Wardrobe ook gewoon floordelver. Volgens mij vind je me dan wel en dan heet ik gewoon Floor. In deze video ga ik laten zien wat ik aankomende zondag ga verkopen. Ik heb op United Wardrobe en op mijn Instagram closet sale. Op Instagram heb ik zo'n highlight. Daar heb ik nog wel een paar dingen staan. Nog niet heel veel zelf verkocht, maar er staat nog wel iets. Dus misschien dat je daar iets leuks bij ziet. Maar in ieder geval wat ik nu ga laten zien, dat is wat ik vanavond om 8 uur stipt ga verkopen. Dus mocht jij dus interesse hebben in een item, wees er dan op tijd bij. Misschien moet je een wekker zetten, ik weet het niet. Maar het gaat altijd mega snel. Ik heb vaak in een hele dag sowieso al bijna eigenlijk alles wel verkocht. En de eerste paar minuten zijn ook al best wel veel, de populaire items vooral, eigenlijk al verkocht. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. En dan ga ik nu laten zien wat ik vanavond allemaal om 8 uur ga verkopen op dus United Wardrobe en Instagram. En beide zet ik hetzelfde op. Dus het is niet dat ik het ene op Instagram zet en het andere op United Wardrobe. Maar alles zet ik gewoon op elk account neer. En wie het eerst is, die heeft geluk, denk ik dan. Oké, nou, we gaan beginnen. Ik heb trouwens, heel erg leuk, bij elke bestelling doe ik sieraden erbij. Dus ik heb allemaal zakjes en doosjes. En nou ja, ik heb echt mega veel sieraden, wat ik, als het goed is, genoeg heb voor elk pakketje 1. Ja, misschien heeft het eentje geluk en krijgt hij er 2 of 3. Maar als het goed is, is het gewoon, je krijgt een sieraad bij jouw pakketje. Dus zilver, goud, oorbellen, kettingen, armband, enkelband. Het kan voor alles zijn. Ringen. Maar goed, dat krijg je dus als cadeautje van mij bij je bestelling. Mocht je benieuwd zijn wat ik allemaal weg doe überhaupt van sieraden, kijk dan even hier de video dat ik mijn sieradenstash ga uitzoeken. Ik geef jullie dan ook gelijk een tour. Maar daar kun je in ieder geval een beetje zien wat ik weg ga geven. Ik heb ook heel veel weggegooid, maar dat wat ik weg ging geven, dat geef ik dus dit keer met de closet sale weg. Nu gaan we echt beginnen en ga ik laten zien wat ik ga verkopen. Als allereerst ga ik dit superleuke wraptopje wegdoen. Dit wraptopje dus. Ik vind het model heel erg leuk. Ik vind het kleurtje prachtig. Het is heel erg leuk oud roze. Maar ik vind hem niet zo heel erg fijn zitten bij mij. Dus ik hoop dat ik hier iemand anders blij mee kan maken. Ik zou hier in beeld de informatie erbij zetten. Dus van welk merk het is. Voor hoeveel ik het ga verkopen. Dus dit is volgens mij maat S. En hij komt van Tess V. Ik heb hem nog maar 1 keer aangehad. En ik heb hem dus net nieuw gekregen. Maar helaas zit hij niet zo fijn. Dus deze gaat weg. Dan heb ik dit super leuke glitter topje met een open rug. Hij is echt heel erg leuk. Hij heeft zwart met zilveren glitters. Maar ook deze draag ik gewoon niet meer. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. En ik denk dat ik hem anders alleen in de winter zou dragen. Maar dat vind ik een beetje zonde. Dus ja, hij heeft dus een hele mooie open rug met een strik. Deze gaat weg. Maatje 36 en ik heb deze ook maar 1 keer aangehad. Dan heb ik deze spijkerbroek. Hij is echt heel erg nice. Een skinny van Naked in een maatje 36. Hij heeft ook van die scheurtjes. En verder gewoon super mooi. Volgens mij was deze echt bijna 60 euro. En ik heb hem nog nooit aangehad. Hij is dus nog helemaal nieuw. Ja, hij heeft gewoon zakken. Ook aan de achterkant. Dus zo ziet hij eruit. Maar ik draag gewoon geen spijkerbroeken. En al helemaal geen skinny. Dus ja, dit is gewoon toch niet wat voor mij. Dus ik ga deze helaas wegdoen. Precies hetzelfde van de Only, maat S 36. En hetzelfde verhaal, ik draag het gewoon niet. Dus ook deze gaat weg. En deze heeft wel een hele leuke onderkantje met van die ja, roezeltjes. Dus die. Dan dit shirtje van de Costes. Dit is gewoon een wit shirtje met een heel erg leuk printje met street style erop.
Het is een beetje glimmend met panter. Hij is van de Costus, maat XS. Ik draag het niet omdat het best wel een strak shirtje is. En ik hou heel erg van oversized. Ik heb ook alleen maar M of L qua shirts bijna. En dit is een XS, dus deze gaat ook weg. Dan heb ik dit tasje. En dit tasje, ja, heeft zilveren, donkerzilveren details. Hij heeft een hele grote rits en daar past gewoon heel veel in. Twee rondjes en hij is een beetje taupe roze-achtig. Ja, een beetje moeilijk beschrijven, maar eigenlijk hoe je hem ziet, die kleur is die ook. Ik draag het gewoon niet, dus deze gaat ook weg. Dan heb ik dit leren rokje, skaterrokje. Die is van Chiquelle. Ik heb hem denk ik één keer aangehad. Hij heeft ook van die zakjes vooraan. Aan die kant en aan deze kant. En verder is het gewoon een skaterrokje in het leer. Maat 36. Ik denk dat ik deze één keer heb aangehad. Dan doe ik een item weg. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind. Want ik vind hem wel heel erg leuk. En dat is dit jasje. Van Come Get Fashion. Ik heb hem nu denk ik 2 of 3 keer aangehad. Misschien 4 keer. Maar ik pak hem niet meer. En dat vind ik zonde. Dus ja, ik wil graag een ander soort jasje. Maar met wel zo'n printje. Zodat ik nog wel zo'n soort jasje heb. Maar deze pak ik gewoon niet meer. Dus die ga ik helaas wegdoen. Hij is echt heel erg leuk. Met pijn in mijn hart. Maar als ik iemand anders er blij mee kan maken die hem wel elke keer aan gaat doen. Doe ik dat liever dan dat ik hem in mijn kast laat hangen. Dit is een maat S. Dan een bikini. Deze zwarte. Ik zou hier een plaatje in beeld doen. Hij is van Savoo in een maatje S. Hij is mij iets te groot aan de onderkant en aan de bovenkant. En ik kan hem ook niet. Ja, je kan hem wel strakker maken hier. Maar toch niet strak genoeg voor mij. Dus ik vind hem zelf dus niet heel erg mooi bij mij aansluiten. Dat is de reden dat ik hem weg doe. Het is dus een zwarte maat S. En ik zou zeggen, met een 36 of 38 pas je hem wel. Hij is 1 keer volgens mij gedragen en verder ook niet echt. Dus deze. Dan dit aanlijnrokje. Die heb ik van Vogue gekregen. Superleuk. Een meisje uit mijn klas die maakt dit zelf. En die vroeg of ik zo'n rokje wilde. En ik vind hem echt superleuk. En hij heeft ook donkerblauw met bruine vakjes. En gewoon een rits. Maar hij is maar echt te wijd aan de bovenkant. Dus ja, helaas. Kijk, dit is maar echt te wijd. Dus het zakt echt af. Ik zou zeggen met een maat 36 en een 38 pas je hem. Kleine 38. Ik heb zelf een 36 en mij zit hij iets te groot bij de heupen. Maar als je iets grotere maat hebt, zeg maar net een 38 of zo, dan past deze perfect. Ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Maar helaas pas ik hem echt niet en dan doe ik hem gewoon niet aan. Dus deze. Dan, hier heb ik al heel veel reacties over gekregen op mijn vorige weekvlog. Dat mensen deze al wilden. Deze lila trui van Lofies. Hij is echt mega leuk, maar ja, ik heb hem gewoon met liefde gedragen. En ik weet niet, het is mooi geweest. Dus deze lila trui van Lofies. Het is een maat XS, maar het valt echt als een S. Ik heb zelf een S. En het valt echt als een S. Dus ja, deze lila trui van de Lofies. Dan, hetzelfde geldt voor dit topje. Hetzelfde shirtje als net van de Costus, maar dan met Sherry. En dan staat er, of dan heeft hij rode met lichtrozige balletjes erdoorheen. Heel erg leuk shirtje. Ik heb hem ook 2 keer aangehad of 3 keer aangehad. Maar ook dit is gewoon een strak shirtje en ik hou wel van oversized. Dit is een maat XS. Hij komt van de Costus. De 2 shirtjes zijn dus beide van de Costus. En Costus, dat is wel best wel duur. Ik heb ze beide voor 25 euro gekocht. Dus 2 shirtjes voor 50 euro. Dus volgens mij verkoop je ze voor 8 euro. Dus dat is een hele mooie deal, vind ik zelf. Ja, het ziet er nog heel goed uit. En dit is gewoon een leuk shirtje. Ik heb zelf dus een S en ik pas hem ook. Maar het is een XS. Dan, met pijn uit mijn hart, ga ik deze weg doen. Ja, pijn in mijn hand. Echt, hij is zo leuk. Dit is een jumpsuitje. Off the shoulder. En deze mouwen zijn echt prachtig. Maar ook deze heb ik nu 4 jaar of zo bijna. En ja, met mijn verjaardag heb ik hem toen ik 16 werd aangehad. Ik heb hem op vakantie, afgelopen vakantie aangehad. Hij ziet er echt nog super mooi uit. Net nieuw. Maar het is gewoon mooi geweest, denk ik. Ja, ik moet er van mezelf wegdoen. Ik heb heel veel jurkjes, rokjes, jumpsuitjes. Dus deze moet ik wegdoen. Met pijn in mijn hart, want hij is echt heel erg leuk. Maar goed, hij heeft dus een rits aan de achterkant. Die kan helemaal tot aan je kont open. Dus je past er sowieso in. Dan is hij dus off-shoulder met prachtige mouwen. Ik weet dus niet meer waar ik deze van heb. Hier staat joints. Ik heb geen idee. En het is een maat S, maar het kan ook wel met een M. Dus een S of een M.
dit superleuke jumpsuitje. Dan dit te leuke crop truitje in het okergeel. Hij is van H&M. Hij is ook mega zacht aan de binnenkant. En ja, meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. Ik draag het gewoon niet meer. Het is echt een crop sweater in het okergeel. In een maatje. Wat zou het zijn? XS. Maar met een S kan het ook. Ik heb zelf een S en ik pas hem. Dan heb ik dit jurkje van Moose Wanted. Ik had hem toen vorig jaar gekocht voor Koningsdag. En uiteindelijk was het mega koud en regenachtig. Dus toen heb ik hem niet aangedaan. En verder heb ik hem één keer of zo gedragen. Omdat ik het verder persoonlijk best wel fel vind en niet echt draag. Het is een oranje jurkje met een panter relief doorheen. Het model is echt mega leuk. En hij is dus van Moose Wanted. Dus ja, dit jurkje in een maatje S, die gaat weg. Dan nog twee bikinis. Deze neongele. Hij pakt hem niet eens. Zo fel is die. Die ga ik wegdoen. Dit is met een stringmodel. En ja, heel erg leuk. Maar iets, ja, ik weet niet. Te sexy misschien. Het is een maatje M. Ik heb zelf een S. Maar op zich past die me wel. Maar ik weet niet. Ik wil gewoon nieuwe bikinis. Dus deze ga ik wegdoen. Ik doe bijna allemaal bikinis van vorig jaar weg. En hetzelfde geldt voor deze Bordeaux bikini. Dit is met zo'n wrap top. Dit is een beetje zo'n Bordeaux-achtig aubergine kleurtje. En dan moet je helemaal zo wrappen. Heel erg leuk. En dan heeft hij nog een broekje met van die, ja, touwtjes aan de zijkant. Dus ook die mega leuk. Maar pas ik, ja, niet meer. Volgens mij is dit een maatje 36, maar het staat er niet meer in. Maar met de XSS pas je hem wel. Dan dit zwarte cropped shirtje van Chiquelle. Hij heeft hier van die ruffle-achtige, ja, bovenkant. Of cropped, zei ik. Wow, crop shirtje. Ik bedoel een off-the-shoulder shirtje. In het zwart. Hij is dus off-the-shoulder. Verder sluit hij gewoon heel mooi aan bij de mouwen. En heeft hij hier ook weer zo'n printje. En is het een beetje zo'n ripstof. Van Chiquelle dus. In een maatje S. Ik pak hem gewoon niet meer. En ik heb hem denk ik twee keer aangehaald. Dus dat is tijd om iemand anders blij mee te maken. Dan heb ik dit superleuke leren rokje. Deze. Van Bless the Label. Ik heb hem één keer met een foto aangehad. Ik had een S aangevraagd. En ik vind hem, het is een S, maar ik vind hem echt vallen als een XS. Dus ik pas hem gewoon niet. En ik heb hem over mijn hoofd heen moeten trekken voor de foto. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En ze hadden ook geen andere maat. Dus ik kon hem ook niet ruilen. Dus helaas moet ik hem wegdoen. Hij is echt heel erg leuk. Het is gewoon echt zo'n leerrokje. En de achterkant heeft een rits. Dus deze. En als je een XS hebt, dan pas je hem sowieso wel. Dus dit leuke rokje. Nog één item. En dan als laatst dit superleuke spijkerbroekje van de H&M. Het is gewoon een zwart shortje in een maatje 38. Met een knoopje en zakken. Niet heel veel boeiends, maar mij is die te groot. Dus dit korte broekje in het zwart. Dat waren de items die vanavond om 8 uur online komen. Maar ik ben even best wel snel doorheen gegaan. Ik hoop dat je het aan de foto's ook een beetje hebt kunnen zien. En ik zou zeggen, zet je wekker. En om 8 uur komt alles live op Unite Wardrobe en op Instagram. Dus dat. En vergeet zeker niet even een kijkje te nemen. Want er komen ook sieraadjes bij de bestellingen. En dat vind ik wel leuk. Om jullie ook nog een kleinigheidje te geven als bedankje. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij vanavond gaat kijken en stay tuned. Nou, doeg!